aan de wedstrijd begonnen vorig weekend tegen RWD Molenbeek. De enige wijziging is de man op de linksachter. Geen Jannes van Steenkisten. Met dus Kis Wuitens, Lemoine en Neven voor de busser. Die nog steeds de gekwetste zieke. Dan kunnen we eventueel counteren met Anello. En er is ruimte hoor voor Sales. Heel veel ruimte. Prisinenko moet bijspurten. Maar Sales is natuurlijk niet van de traagste. En die is heel vlug. En Sales, ja, die wou wel eens vuren naar het doel van Tom van den Bergen. Gaat Smeets hem dan nu lepelen? Ja hoor. En dat is inderdaad met het fijne penseel. En wat een goal. Oh, maar een buitenspel. Het feestje gaat niet door voor Lommel. Vanuit het buitenspel binnengekopt in. Oh, en dat klopt hoor. Het is Lemoine die hem kopte. En effectief staat met een voet buitenspel. Temporiseert weer. Ietsje te veel misschien. Dat sneller vooruit gemoeten. Dit is goed gelaten van Dan Sokop. Links is er ruimte bij de Belder. En dat heeft hij gezien. De Belder trappen maar. En in de korte hoek de safe van Jari de Busser. Eerste goede mogelijkheid in de partij voor KMS. Goed paasje op het juiste moment getimed door Chalouk. En dan koos de Belder voor de korte hoek, niet voor de verste. Windgewijs, daar komt de bal. Dat wordt kort genomen, dat is misschien niet slecht gezien. Chalouk nu. Ah, perfecte aanval. En de goal. Ja, het is het doelpunt van Gaëtan Hendricks. Mooi gezien hoe de hoekschop dan toch maar kort werd genomen. En via twee korte tikjes opnieuw bij hoekschopnemer Gaëtan Hendricks terecht kwam. En dan trapt hij hem heerlijk in de verste hoek binnen. Hier gaan we dat nog eens te zien krijgen. Zeker geen buitenspel hoor, wat Hendricks betreft. En dan trapt hij hem perfect hoor. Mertens moet er zelfs niet de tip tegen zetten. Met de nodige vaart. Dan Soko. Goeie controle. Voorbij Neven. En Dan Soko is snel natuurlijk. Misschien trappen met links. Oh la la, bijna. De 2-0 voor Denks. Perfecte controle. En dan net voor de aanstormende Neven de bal vooruit tikken. En dan was het moeilijk hoor om die bal nog tegen Neven. Een paar overstapjes. En ook de Belder begint het door te hebben dat je met de wind natuurlijk vanuit die positie wel eens heerlijk naar de verste hoek zou kunnen trappen. Dat doet Dan Soko. Ja, iets te laag misschien. Fraser gaan we niet meer terugzien. Nu straks de intrede van Bizimana of Leconte. Hier de hoekschop nu. Sales, die kan hem nog eens voortbrengen. Hier is Neven. Trappen of niet? Glenn Neven. En die bal net weggehaald voor een duikende Tom van den Bergen. Oeh, dit was het gevaarlijkste wat kon gebeuren. Want heel veel jongens van Lommel voor de bal. En Dan Soko, als hij kan doorgaan. Pierrot die maakt dan een fout. En die moet dan natuurlijk een professioneel foutje maken en een gele kaart nemen. Maar die heeft heel vaak van die onzichtbare wedstrijden, Lennart Mertens. En dan plots staat hier op de juiste plaats. Oeh, stevige ingreep van Henkes. Ja, ook hij gaat bestraft worden met een kaart. Foutje op de Belder. En ook dit wordt een gele kaart, denk ik, voor Neven. Jawel. Eerst kijken naar deze vrije trap met Hendricks. Enkel van Steenkist en Kirijnen blijven wat achter. Daar komt zijn bal en dat was meteen bedoeld naar het doel van de busser. Oh, wat een slechte inspeelpaas. Van den Bergen gaat scoren. Nee. Oeh, van den Bergen. Daar moet hij zelf de meubelen recht zetten. Goeie bal hier. Hele goeie. Op Martinez. Aan de tweede paas staat Adjepong. Maar te laat misschien. Caillou. Hij gaat scoren. Jawel. En dan staat hij dan toch op de juiste plaats. Een moeilijke wedstrijd voor de jonge Braziliaan. Caillou en Vinicius dos Santos. En dan duikt hij plots dan toch weer op als een duivel uit een doosje. Assist tussen Deinze en Lommel. Perfecte bal. Van Alonso Martinez. En Caillou dos Santos staat dan op de juiste plaats om binnen te tikken voorbij Tom van den Bergen. Stevige bal. Een hele stevige. En die bal voor Chalouk. Nee.
Nog niet helemaal gedaan. De Belder en die aanval die mag niet meer doorgaan. Einde van de partij in de Dakota Arena. En Lommel SK.